Ik moet met haast weg. Dus ik ben meelopen. Mag ik meelopen met u? U mag meelopen. Nou, u had het net over Brussel. En ik was benieuwd wat u denkt van het declaratiegedrag van de eurocommissarissen voor de Bilderberg-conferentie. Ik weet daar niks van wat ze gedaan hebben. Nee, want u bent er ook geweest, hè? Ik ben op de Bilderberg geweest, maar ik heb niks gedeclareerd. U heeft niks gedeclareerd. Nee. En wat wordt daar nu zo een beetje besproken, meneer Lubbers? Ja, daar moet u voor naar even nu. Moet echt een andere keer doen. Nee, dat gaat zo niet. Maar een andere keer, dat is best lastig, want iedereen schijnt heel stil te willen zijn over Bilderberg. Terwijl... Nou nee, Bilderberg. Er zijn twee Bilderberg, ter goed begrip. Je hebt Bilderberg van de koningin. Dat is van de Oranjes. Dat is de internationale vertrouwelijke conferenties. Ja. Misschien vraagt u dat aan. Ik heb het over de Bilderberg-conferenties waar u 4 keer geweest bent, inderdaad. Ja, ik ben er vroeger geweest bij de internationale Bilderberg als minister-president. Ja, precies. Maar ik denk dat u nu, dacht ik, dat u sprak over Bilderberg, wat jaarlijks is. Over... Van het VNO-NCW. Nee, over Bilderberg-conferentie die inderdaad... Dan moet ik wel in mijn geheugen gaan graven. 1983 was de eerste keer volgens mij. Ik ben met u opgegroeid. Nou, dat zou best kunnen, want 82 ben ik minister-president in die jaren. Maar zou u daar eens antwoord op willen geven, meneer Lubbers? Nee, absoluut niet. Waarom niet? Omdat ik ben al 20 jaar in de politiek. Daar ga ik er nu niet meer over kleppen. Nee, dat zou toch wel heel fijn zijn, want er zijn ontzettend veel onduidelijkheden over Bilderberg. Er zijn heel veel mensen die daar graag over willen weten. Ik ben niet aan het verkeerde adres, want dat is voor mij een stukje geschiedenis. Ik ben zeker al 15 jaar daar niet meer in de Bilderberg geweest. Meneer Lubbers, dank voor uw bijdrage. Tot ziens. Meneer Lubbers, de geschiedenis die haalt zich regelmatig. Dus wij zien nu weer een minister-president gaan. Zou u alsjeblieft toch een tipje van de sluier af willen lichten? Nee, echt niet.